Zo'n 20 jonge spelers van basketbalvereniging High Five zaten bij de raadsvergadering op de tribune. Bij hen staat het water tot aan de lippen. Om de zaalhuur nog te kunnen betalen, zijn de clubs verplicht om de contributies te verhogen. En dat maakt sporten voor veel mensen te duur. Nou, de kosten zijn op dit moment gigantisch hoog. Een jeugdlid bij ons betaalt €324 om een jaar te kunnen basketballen. Nou, er zijn mensen die 2 of zelfs 3 kinderen in een gezin hebben. En dat betekent dus gewoon dat ze gigantisch veel geld kwijt zijn om gewoon normaal te kunnen sporten. We hebben hier heel veel potentie in deze vereniging. Maar puur doordat het zo duur is, gaan er ook stoppen mensen ook gewoon in de vereniging. Dat is gewoon heel jammer. Want we hebben in Rijen hebben ze een andere vereniging. En daar betalen ze 180 per jaar, terwijl wij 324 betalen. Bij basketbalvereniging High Five gaat 75% van de contributie naar de zaalhuur. En dat is volgens wethouder Blauwbroek ook juist de reden dat de tarieven naar beneden gaan. Nou, het is 3% voor dit jaar, maar het is ook voor de komende 3 jaar, of voor de komende 2 jaar ook zo ingezet. Met andere woorden, die tarieven zakken uiteindelijk met zo'n 10%. Dat is stap 1. En stap 2 is dat we bezig zijn om alle maatschappelijke voorzieningen in Tilburg eens een keer goed tegen het licht te houden. En te kijken of we daar goede, betere prijsafspraken kunnen maken dan dat we dat nu hebben gedaan. De SP en de Tilburgse Volkspartij vinden deze maatregelen niet genoeg. Ze dienden een voorstel in om de tarieven verder te verlagen, 4 jaar achter elkaar met 5%. Maar dat voorstel haalde het niet, tot teleurstelling van High Five. Een 3% betekent dat het nog geen €6 omlaag gaat, de contributie. Dat betekent dat de kinderen nog steeds meer dan €300 moeten betalen om te kunnen basketballen. Wethouder Blauwbroek vindt dat de gemeente Tilburg niet verantwoordelijk is voor de contributie van verenigingen en het aandeel van de zaalhuur daarin. Wij kunnen als gemeente verenigingen niet overeind houden. Verenigingen zijn eigenstandige instituten. Die bepalen hun eigen beleid en zullen met ons dat beleid moeten communiceren.